Een financiële catastrofe dreigt voor onder andere de veiligheidsregio IJsseland. Want wanneer de nieuwe Europese regels worden doorgevoerd, moeten namelijk alle vrijwillige krachten in dienst treden. In IJsseland zijn momenteel 800 vrijwilligers en zo'n 100 beroepskrachten werkzaam. Alleen in Deventer en Zwolle bestaat de brandweerzorg ook uit beroepskrachten. Maar als de regels worden doorgevoerd, betekent dat dan het einde van de vrijwillige brandweer? Ik wil beginnen met erop te stellen dat het einde niet dreigt en er ook niet gaat komen. Dat voorop. Dat is interpretatie van de media, maar dat is niet aan de orde. Nou ja, waarom de media dat stellen, dat weet ik niet. Ik denk dat ze het gewoon wat wilden uitvergroten. Maar wij zijn en blijven afhankelijk van vrijwilligheid om een belangrijk deel van het verzorgingsgebied in Deventer te kunnen afdekken. Nou ja, in de toekomst wordt het effect dat de vrijwilligheid duurder gaat worden. Ja. Ze blijven hetzelfde werk doen, zeg ik nu nog even, maar krijgen daar meer voor betaald. En wat dan altijd gebeurt is dat je gaat kijken, goh, dat betekent een hogere prijs voor onze brandweerzorg. En die wordt dan weer afgemeten tegen wat die brandweerzorg en kwaliteit biedt. Maar, zo zegt Thijssen, eerst moeten er goede afspraken gemaakt worden voordat de regels doorgevoerd kunnen worden. Nou, het is ondenkbaar dat er in januari, bij wijze van spreken, op het moment dat opgaat, hè, waarschijnlijk opgaat... Er op dat moment al wezenlijk andere keuzes gemaakt worden. Dat is gewoon ook ondenkbaar. We moeten ook aan wettelijke verplichtingen voldoen voor wat betreft de opkomsttijden met onze brandweer. De structuur die we nu hebben, die kun je niet zomaar maar veranderen. Nee. Ik denk dat dat ook een heel geleidelijk proces gaat worden.